Met take number 8 op het Reuzenrad, dat ik dat nog mag meemaken. Gasten, jullie hebben net een show gespeeld. Je bent nog nat van het zweet. Ja, dat mag. Zijn jullie echt bang? Hebben jullie hoogtevrees? Fuck. Was chic, hé. Merci, hé. Dat meen je met u. Zo. Chic, hé. Hè? Dat is een VIP-behandeling, hè? Ja, dat. Allee, dat ik er iets anders dan pintje heb, het Reuzenrad achter de show. Zo. En na een show, wat doen jullie meestal als eerste? Pintje drinken. Maar hoe was de show? Ja, toch wel fucking zot, hé. Fuck, die tenten zat toch wel redelijk vol, bezig. Moet jullie proficiat wensen, want jullie staan binnenkort in het voorprogramma van Mastodon. Yeah! Hadden jullie dat ooit durven dromen? Dromen wel, maar verwachten echt niet. Dat was echt, mega zot toen we dat nieuws kregen, ja. En wat is jullie zotste graspopervaring? Zotste graspopervaring? Vandaag zeker? Vandaag wel, hè? Ja? Dat straks. Ja. Dat is de show. Ja, feest. Ja? Feest wel, ja. Maar toen heb ik een maat dat wakker gekomen is. En ze zijn een paardenstaart, zo'n metal dude. En ze zijn een paardenstaart afgeknipt. En ze de schaar in zijn handen gelegd en ze staart ook. En dat wakker maakt dan die echt zo'n heel bij flippen en mensen in elkaar bij slaan. En zo, dat hebben jullie hier meegemaakt? Ja, dat was onze eerste keer op Raspop, toen we 15 waren. Jullie komen al van je 15 jaar naar Graspop. Ja, dat was de eerste show dat we hier speelden op ons 15. Ja. Dat is wel heel cool. En nu zijn jullie 23. Zeg maar, jullie hebben al zoveel bereikt. Wat staat er nu nog op jullie wishlist? Ja, meer zo'n show spelen, maar overal, in alle landen. Ja. Dat is ook wel eerst te vinden, vind ik. Oké, gasten. Ik denk dat we bijna moeten uitstappen. Ik ben heel misselijk ondertussen, jullie. Het valt goed mee. Oh, ik ben Oh!